Mensen zijn zo fucking los van God. En kunnen ook gewoon niks geloven. En uh, voor hoe ik er dan naar kijk, hoef je niet eens in God te geloven om een goed mens te zijn. Maar het is echt al dat liegen wat bezig is. Gewoon mensen proberen dood te maken. Al dat stelen wat bezig is. Alles in iedereen is alleen maar verdwaald in gierigheid. In seks en weet ik het allemaal. Echt voor mij. Uh, ik, echt gezien. Het. het is gewoon door en door wij, We hebben gewoon overal die bezem overheen. En dan bedoel ik ook echt overal. En ze zijn alleen maar weer met gaslighting, met NLP-technieken. Uh, gewoon alles proberen te verdraaien. Het is echt zo ziek. Mensen zullen echt kapot gaan. Mensen zullen echt stuk gaan. Ze zullen echt ziek gaan. Uh, Ze zijn er helemaal tickets aan het weggooien. zijn de hemel hier ook gewoon allemaal aan het vernietigen. Niemand die gewoon iets kan aannemen, niet zelfonderzoek, niet de, 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 de kennis tot zich kan nemen of zo. Van wat er dan gaande is, waar iemand anders doorheen moet gaan. Het is echt gewoon ten uh, koste van een ander erop vooruit. En daar dan mee pronken, daarmee willen stralen. Mensen zullen schande, Echt, dat is wat ze krijgen. Iedereen gaat weten zometeen van hoe of van wat. Want het is gewoon... Uh... Het is gewoon onrecht wat bezig is. Uh, het zijn illegale praktijken met wat er bezig is. En allemaal uh... denken ze hun straf te kunnen ontlopen ofzo. En zelfs hun daden zijn ze beloningen op aan het nemen. Nou, Daar is er een heleboel wat weer aan het werk is, zoals politici en een eten hebben afgelegd. Want blijkbaar ook gewoon bij het smerige zootje horen. Dat laat alleen maar zien dat het gewoon nog veel verrotter is. Als het dat mensen zich kunnen inzien. Het is echt gewoon uh, overal hoeren, overal slechtjes, overal slaven ook vooral geen die capten met lage Q die nergens wat van snappen. Allemaal mensen zonder hart. Het echt, ga lekker met z'n allen aan de drugs ofzo. is dus niemand maar... Uh, voor gerechtigheid kan staan. Niemand uh, die dingen kan verwijzen. Aan kan tonen. Uh, niemand maar wil biechten. Uh, niemand maar wil teruggeven. Ja, blijf lekker hangen in die schaduw, uh, zoek het donker op. En straks in die hel het zal er genoeg licht zijn voor je met dat vuur wat overal is. En uiteindelijk uh, zijn ze gewoon een omgeving aan het vervloeken. Dus bij hun komt de straf eroverheen. Ondertussen uh, zullen de geliefden ook weer die pijn daarvan moeten hebben, het gemis omdat iemand dan in de gevangenis zit of zo. Of uh, yeah, hun die wel goed zijn en in de hemel kopen. Jij bent er niet, omdat jij ergens in de hel aan het branden bent. Hey, mensen zouden toch hel hier op aarde creëren. En als dat, als je, dat is waar je je kinderen achter wil laten, is het echt. Mensen zijn zo erg uh, reversal. Het is gewoon een downgrade wat bezig is. En alles en iedereen zijn ze maar naar beneden aan het trekken. Nou, dan komt ook nog al die blasfemie, die komt daar ook nog bovenop. Het is echt gewoon. Uh, mensen zijn zo zuur, zo verrot, zo bedorven. Schaamtes aan het opbouwen. Gewoon niet weten wat liefde is, niet weten wat geven is, alleen maar nemen. Zoals dat van een ander willen hebben. Jullie zullen geofferd worden. En alleen maar omdat je blessings van een ander wil stelen. En niet gewoon met een ander mee wil liften. Nee, dat van een ander wil hebben. Diegene kapot stuk willen maken. Het is echt, uh, van mij mag die hele beest om erover